Hallo en welkom bij Vlogmas Dag! 'S avond, maar omdat we één dag voorzitten met vloggen, kunnen we nu ook al vloggen en dan gaan we morgen verder. En ik heb gehoord wat? Dat de Sint is geweest. De Sint? Nu? Ja. Nee. Ja? Nee. Ja, ik heb al gezien dat de Sint ene keer was geweest en nu is de Sint nog eens gekomen. Oh ja. Ga eens kijken. Wat is dat voor een zot? Ga eens kijken. Ja? Ja. Spannend! Wacht op mij. Ja, oh wow. Ik denk dat hem in de keuken is gekomen. Pas op, wat is hem daar nog? Oh nee, het is weg. Wow! Oh jong, wat heeft hij allemaal gebracht? Oh jong. Hij heeft echt wel van alles gebracht. Oh jong. De Sint. Hij heeft kattenspeelgoedjes gebruikt. Wauw, is de prijs er vergeten af te doen. De Johnny. Ja, weet Johnny je, heeft soms hem gebracht. Johnny speeltjes. Voor onze Johnny katjes. Wauw. En healthy foods. Ja. Snoep zonder suiker. Zonder vet. Ja. Zonder vet bedoel ik, maar ook een beetje snoep met vet. FIFA! FIFA! Oh. Daar ben ik blij mee, Zalle. Dank je, Sinterklaasje. Milky. Kom eens kijken. Volgens mij is er een pakje voor u. Kom eens kijken. Oh. Hoe is dat? Pas op, Sheldon wil ook komen. Maar Sheldon vindt veertjes leuker, hè? Wat is dat allemaal? Hondenspeelgoed, hè? Nee, dat is fout, hè. Die hebben daar fout op gezet. Pak het maar. Oh ja. It's a hit. Oh. Wat een Milky. Welke? Volgens mij zijn ze fan, ja. Denk het ook. De Sint heeft dat goed gekozen. Dat is Jelleke. Heb jij dat op je verlanglijstje gezet, vriend? Ja. Want dan zei ik wel even met pluimen. Oh. Melkie is wel heel blij. Melkie is wel echt blij, hè? Oh. Alleen Muffin is niet nog aan het spelen. Oh my god, ineens heeft de Sint nog iets gebracht, hè? Ik had dat niet gezien. De Sint heeft een nieuwe van mijn lievelingsparfum gebracht. Jij. Mijn is zo goed als op. Zit echt nog zomaar een heel klein beetje in. En ik was die aan het bewaren voor de feesten, voor kerst en nieuwjaar. Omdat ik dacht dat ik toch geen nieuwe ging krijgen ofzo. Goedemorgen iedereen. Ik ben moe. Maar het is al 10:30. Ik heb een video geëdit. Ik heb mij semi klaargemaakt. Een beetje mijn make-up gedaan. Maar ik ga nu naar kantoor pakjes maken en dan ga ik sporten met Dylan. Deze avond hebben we facials geboekt, Sam en ik. Dus dat is ook wel tof. Maar eerst kantoor. De nieuwe site is gisteren online gekomen. Er was nog wel wat misgelopen en zo. Allee, iets met de server. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Thanks Concept Island.
En ik ben kei blij met de nieuwe site. Hij gaat ook echt heel snel. Hij is ook heel mooi en zo. Dus dat is wel super leuk. Ga zeker eens kijken. Tuitlito.com. En dus zijn er ook nu, is er ook nieuwe collectie online gekomen. En zijn er best veel pakjes. Dus die ga ik zelfs allemaal maken. Oké, eerst ga ik de adventkalenders open doen. Maar ik ben helemaal in de war. En ik zit alles gewoon fout open te doen. Ik heb in de week gisteren in de vlog 9 open gedaan. Maar dat moest 8 zijn. En 8 is dus nog niet geopend. Dus ik ga nu van mijn Bruno Vasari kalender 8 open doen. Aangezien dat ik dat fout heb gedaan gisteren. Woehoe. De Creaming Cleanser Foam. Amai, ik heb altijd moeite om dingen eruit te halen. Ziet er zo uit. Dit is van de White Collection, de Creamy Cleansing Foam. Milky gaat je tegen de kalender schuren. Dus ik ben benieuwd om die te gebruiken. En heel veel van jullie vroegen onder mijn video van... heb je dit jaar maar 1 adventkalender? Vorig jaar had je er zoveel. Inderdaad, vorig jaar had ik er veel. En dit jaar heb ik Bruno Vasari. En dan de IKEA die ik jullie al heb laten zien. Maar ik heb ook nog de Kiehl's adventkalender. Maar om eerlijk te zijn... die heb ik de eerste keren ook op video open gedaan, maar die... viel mij een beetje tegen. Er zitten echt hele kleine dingetjes in. Misschien als ik die nu... Ik zal die nu met jullie open doen. Misschien zit er nu wel iets groot in. Maar dit zijn wel... Allee, groot. Ik bedoel, dit noem ik groot, hè. Dit is echt wel een toffe size om te hebben in uw adventkalender. Ook zo travel size en zo. En bij Bruno Vasari zitten echt potjes in en tubekjes in. Maar bij Kiehl's, ik ga het halen. Dan kunt je het zien trouwens. Milky, zit je mee aan het kijken? Ja. Oké, dus wat er bij Kiehl's in zat, is dit. Een maskertje. Maar dit noem ik niet... Allee, ik weet niet. Dat is misschien... Misschien ligt dat aan mij, maar ik weet dat Celine ook wel wat teleurgesteld was omdat er zo'n dingen in zitten. En dan dit. Het is echt zo'n plastiekje met een beetje product erin. Zo'n dingen zitten erin. En oké, er zat ook wel 1 iets groter dingetje in, maar echt nog de helft van dit of zo. Dus ja, het is gewoon een klein beetje teleurstellend, vind ik. Ik heb die zelf gekocht natuurlijk. Dat is allemaal niet gesponsord. Dus dan vind ik het spijtig dat ik hier toch wel... Ik denk 85 of 79, ik weet het niet meer, euro aan heb gegeven. En dan zou het ter waarde van 100 euro zijn. Maar deze dingetjes kan ik in de Kiehl's winkel gaan vragen. Hè. Als ik vraag van kijk, ik wil graag eens het Calendula hydratatiemasker proberen... Dan geven ze u dat gewoon mee in de Kiehl's winkel, hè. Dus, snap je wat ik bedoel? Dat vind ik gewoon wat teleurstellend. En daarom heb ik dat ook niet in de vlogs gestoken. Omdat, als ik dat open deed, ik niet zoiets had van... Oh, dat is leuk. Maar eerder zo van... Maar, kan aan mij liggen. Ik weet het niet. Oké, deze... Ik dacht het al. Ik heb gisteren dag 9 al open gedaan. Omdat ik zin had in chocola. Dus die kan ik niet meer open doen. Maar ja, alleszins. Dag 9. Dat was een chocolaatje. Ja, ik vind de IKEA kalender ook altijd leuk. Ook omdat er bonnen in zitten. Op dag 6 zat een bon, denk ik. En dat is leuk, want dan kun je gaan shoppen. Dat zijn sowieso 2 bonnen voor 5 euro. Dus dan heb je de waarde van je kalender al terug. En dan zit er ook nog... die ene bon moet je dan weer laten testen. Want het kan zijn dat die 500 euro waard is. Of minder. Zo 200 of zo. Oké, maar Kiehl's. Ik weet niet als ik hier al dag 9... Oh ja, ik heb hier ook al dag 9 open gedaan, zie ik. Maar oké, ik zal dan gewoon voor de sake van de video dag 10 alles open doen. Dan kunnen jullie
zien. Als ik dag 10 vind. Ah, hier. Dag 10 ziet er wel een groter vakje uit. Dus ik hoop dat het goed gaat zijn. Oeh, ja. Kijk, dit is waar ik het over heb. Dit is wel leuk. Maar tot nu toe was het echt heel teleurstellend. En nu eindelijk zit er echt een travel size shampoo in. Conditioner in. Dus dat is deze. Dus dat vind ik wel leuk. Eindelijk. Allee, dat vind ik echt goed dat er vandaag zoiets in zit. Maar zo'n dingen, ja, dat is teleurstellend gewoon. Daarom had ik dat ook niet in de video gewoon gestoken. Omdat ik zoiets had van, ja, wat ga ik zeggen? Leuk. Allee. Ja, nee, ik moet niet leuk zeggen. Hè. Ik mag zeggen wat ik wil. Maar ik denk ook dat jullie weten dat ik tegenwoordig heel veel de producten van Bruno Vasari gebruik. En daar ben ik heel tevreden van. Ik gebruik ook een kwissel met Uriage. Maar ik zal nog wel eens een avondroutine doen, zodat jullie alles kunnen zien wat ik gebruik. Ik gebruik Kiehl's niet meer zo heel veel. De maskertjes en zo wel. En ik vind Kiehl's nog altijd heel tof. Maar ja, momenteel gebruik ik gewoon Bruno Vasari veel meer. Of Uriage. Dus dat is gewoon even switch. Wie weet, in de toekomst ga ik terug Kiehl's gebruiken. Het is wel een mooie adventkalender. Ik vind hem wel super mooi, zo'n koffertje. Dus dat is wel leuk. Maar dus ik heb 3 adventkalenders. IKEA, Kiehl's en Bruno Vasari. Voor de mensen die het vroegen. Trouwens ook veel vragen wanneer de house tour komt. En de house tour, ik wil echt dat die goed is en dat die mooi is en leuk geëdit is. En aangezien Vlogmas heel snel werken is, want je filmt eigenlijk een dag of 2 dagen ervoor. En dan direct editen en uploaden. Heb ik voor de house tour gewoon echt wat meer tijd nodig. Maar die komt alleszins in Vlogmas. Dus geen bang. Die komt in Vlogmas, maar wanneer kan ik nog niet juist zeggen. Ik dacht dat die de 8e klaar ging zijn. Maar het is echt veel meer werk. En ik wil het natuurlijk te goed. Ik wil dat jullie alles te goed kunnen zien en dat het mooi is. Dus ja. Oké, ik moet nu echt gaan. Ciao, hè. Tot straks. Net uit van de fitness. Sorry trouwens voor mijn gezicht. Maar ik ben ook onder de zonnebank gegaan. Dus ik een beetje rood. Maar ik ben wel heel bruin geworden. Kijk, mijn tanning line. Ik hou normaal nooit mijn onderbroek aan. En nu was ik dat eigenlijk vergeten. Alleen onder de zonnebank. Want ik hou er niet van. Als je zo die lijnen hebt. Maar ik was het vergeten. Dat is nu een kleine. Maar ja, oké. Ik ben net terug thuis en de Sint is nog eens geweest, hè, voor de 3e keer al. Hè. Kijk, dit zie ik als ik thuis binnenkwam. De Sint is geweest en ik denk dat dat de Sint is die bij Sam zijn ouders is geweest. Dus ik denk dat die hier ook iets is komen leggen. Super lief. Oh, dat is cute. En super lekker ook. Dat is echt super lief. En ook change of plans voor vandaag. We gaan geen facial laten doen, want Evie van Purevie, waar we normaal naartoe gingen, is heel ziek. Dus we zeiden rust maar en doen maar op je gemak. Maar dan ga ik wel in deze vlog nog mijn pakketje laten zien die zijn aangekomen. Oei, ik heb 2 pakketjes gekregen, dus I'm gonna show you. Oké, het eerste pakketje is van Muster. Dat heb ik besteld. Eerst is normaal zo'n jumpsuit. Voor in de zomer wel eerder, maar het kan nooit snel genoeg zijn. En dan hebben we... Ik weet echt niet meer wat dit is. Ah ja, oh, dat is ook wel mooi. Zo
zo een... Oei. Dat is een knop. Er valt een knop af, maar ik denk dat dat een reserveknop is, ja. Dat ziet er zo uit, een shirtje. Zo'n overalke. En ik dacht met zo'n zwarte trui of zo, was al super cute. Dus dat heb ik. En dan hebben we een grote box van Desenio. Dus, het is winter, dus ik dacht, ik moet kaders veranderen. En dit is wat we hebben genomen. Ik ga het jullie laten zien. Ah, dat zit niet meer in zo'n wal. Precies. Ik ben tegen Sam aan het praten trouwens. Sam antwoordt niet. Waar is ze? Dat zit niet meer in zo'n wolken. Dit is de kader, een grote, maar dan met een gouden rand. Ik dacht voor slaapkamer of zo, ik weet het niet. En dan de artworks hebben we, heel winterse artworks. Deze, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, het is redelijk wit. Dan hebben we this one. This is very... Christmassy en zo. Winterie, ja. Dan hebben we nog allemaal grote. De eerste is deze. Een bos. Met tuinenbomen. Tuinenbomen. Nee, ik bedoel eigenlijk mist. Dan hebben we deze. Een koe. Stier, ja. Stier dan. Stier met lange haren. En dan hebben we deze. Een andere bos met heel veel smoke. Mist. Sam! En dan hebben we nog deze. You don't always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go and see what happens. I like this quote, hè. Ik weet niet als jullie dat goed zien, maar ik denk dat dit is. I really, really like this quote. Het is wel een toffe quote van mij. En ik weet nog niet waar ik ze allemaal ga hangen, maar zullen we zien. Ik ga alleszins gewoon zo wat meer kennis maken, wat winters hier in de living. En dan op de slaapkamer misschien ook wel. Ik ben vlakmiddag 9 aan het editen en ik zie dat er geen afsluiter is. Ja, soms kun je wel eens dingen vergeten en het waren hectische dagen. Dus, sorry, ik was het gewoon vergeten. Maar bij deze hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker thumbs up. Vergeet ook zeker niet om te abonneren en een leuke comment na te laten. En wij zien jullie morgen!